Hoi, leuk dat je kijkt naar deze speciale extra kerstvideo, een hair tutorial. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dit kapsel zelf kunt namaken thuis. Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar het is makkelijker dan je denkt. Ik ga jullie stap voor stap laten zien hoe je dit kapsel kunt maken. Nou, mijn rollen zitten er op dit moment in. Ik heb zelf deze set van Babyliss en volgens mij heeft hij geen naam, want er zit gewoon ceramic op, dus gewoon keramisch dus. En ik heb nu niet eens alle rollers gebruikt, maar ze hebben een beetje fluweel laagje, dus ze zijn wat zachter. En ze worden echt gewoon echt goed heet, dus je moet hem altijd eerst even goed laten opwarmen. Erin zitten verwarmingselementen. En wat heel belangrijk is, is houd de klep altijd open. Op het moment dat je hem dicht doet, ontstaat er condens in. Net als dat je natuurlijk iets heel heets in een bakje doet, ontstaat er condens in en kan die dus vochtig worden van binnen. En dan kan het zijn dat je hem dus eerder moet weggooien. Dus zorg ervoor dat je hem altijd openzet. Wat er altijd in zit, zijn deze pinnetjes. Ik gebruik die zelf nooit. Ik vind dat echt ondingen, maar goed, misschien vind jij het wel makkelijk. Ik kies er gewoon voor om de klemmen erin te doen. En je houdt hem erin totdat je gewoon voelt dat er geen warmte meer uitkomt. Als ze koud zijn, haal je ze eruit. Ik heb ze nu gewoon een beetje kriskras overal ingedraaid. Dus zonder spiegel gewoon even doorgeborsteld dat het gewoon wel een beetje uit de klit is. En ik hou wel een beetje rekening met de richting van mijn haar. Op dit moment heb ik bedacht dat ik dit gedeelte uit mijn gezicht wil, dus dan draai ik deze rollen naar achter toe. De rest heb ik gewoon een beetje rommelig gedaan, maar daar moet je wel rekening mee houden. Op het moment dat je een lok wil, moet je de voorste dus naar voren draaien of bijvoorbeeld een beetje naar opzij. Ik laat ze nu gewoon afkoelen. Zometeen ga ik ze eruit halen en dan ga ik ze er niet zomaar uithalen. Ik ga jullie even een trucje laten zien hoe je dit dus kunt voorbereiden de dag van tevoren. Want dat is vaak een groot probleem, dat we te weinig tijd hebben op het moment dat we een feestje hebben of wat dan ook. Dus dit doe je allemaal de dag van tevoren erin. En ik ga jullie zo laten zien hoe je ook nog lekker kunt slapen. Want dat kan natuurlijk niet met die rollers en klemmen erin. Nou, nu die afgekoeld is, mogen de rollers eruit. En ik heb de rest al voorgewerkt. Ik ga jullie even bij deze laten zien wat ik gedaan heb. Je haalt hem eruit en je draait hem meteen een beetje mee. Dus dat hij echt in die krul blijft zitten. Ik zal even de roller op de grond gooien. En wat je dan doet, je draait hem om je vinger heen weer terug. Zoals die net in de roller zat. Dan doe je een schuifspeld er via deze richting in. En aan de andere kant ook. En ze mogen in de roller kruisen met elkaar. Op het moment dat je ze zo in elkaar schuift, komen ze niet meer los. Nou, op deze manier kun je dus heel makkelijk slapen, want zoals je ziet kun je dit helemaal plat drukken. Je voelt het niet zitten. Tenminste, ik voel het niet zitten. Ik denk dat bij jullie ook echt wel meevalt. Je kunt gewoon heerlijk slapen zonder dat je last hebt van de speldjes die in je haar zitten, omdat schuifspeldjes vrij plat zijn. Ik heb ze wel uit de kapsalon, omdat ze dan wat matter zijn en ook wat stugger zijn. Die hele gladde speldjes, dat werkt niet. Maar op deze manier laat je dus je haar gewoon zitten. En je kan gewoon lekker hiermee gaan slapen. En dan gaan we de volgende dag ga je je kapsel afmaken. Dat heeft twee voordelen. Ten eerste heb je 's ochtends veel minder tijd nodig. Kun je wat rustiger aandoen. En ik laat het ook vrij lang zo zitten. Dus ik doe de volgende dag eerst lekker mijn make-up en zo. En pas dan ga ik mijn kapsel doen. Want nu heb je het natuurlijk ook perfect uit je gezicht. Dat is een heel groot voordeel. En ik vind het een heel groot voordeel dat je krul echt veel beter blijft zitten. Ik zou bijna zeggen, die is niet uit te rammen meer daarna. Omdat hij ook afkoelt in deze vorm. En hij blijft daarna dus echt, nou ja, al zou je een korte nacht hebben van 6 uur, dan blijft hij in ieder geval al 6 uur vastzitten. Dus ideaal lijkt me zo. Ik heb op deze manier echt tot 's avonds laat gewoon mijn krul erin. Wat wel handig is, is dat je wat versteviging doet. Dat kan een mousse zijn. Of bijvoorbeeld een spray die beschermt tegen warmte van föhn en steltang. Dat soort dingen, die kun je ook gebruiken. Als die maar wel verstevigend werkt natuurlijk. En let erop, op het moment dat je de karmazet indraait, moet je haar 100% droog zijn. Er mag dus echt geen mini beetje vocht in dat haar zitten, want dan werkt de karmazet dus niet. Dus zorg ervoor dat het echt kurk droog is voordat je gaat indraaien. Zo, ik haal nu even alles eruit. Volgens mij is alles er nu uit, ja. Wat je nu nodig hebt is wat haarlak in ieder geval. En ik ga het in model brengen met mijn handen. Dus gebruik geen borstel, want dan ga je het alleen maar laten pluizen. En wat ik ga doen, ik gooi eerst al mijn haar even naar één kant. En ik ga het helemaal losschudden. Zodat het echt een wat grotere
bos met krullen wordt. Zie je, op deze manier gooi je alles los. Eerst even alles naar één kant. En je gaat er gewoon al lak in doen. En ondertussen kneed je het er als het ware een beetje in. Dus je zorgt ervoor dat die krul echt goed in je haar blijft zitten. Hoe groter de bos die je kunt maken, hoe beter. Je ziet ook dat ik steeds met mijn handen een beetje als het ware het opduw, overal lak ertussen. Nu ga ik naar de andere kant. Gooi ik mijn haar zo deze kant op. Schud je het weer even wat los. En weer die lak erin. Lekker losschudden weer. Zie je dat je echt gewoon een flinke bos hebt. Zo, dan heb je deze stap gedaan. Nu is het belangrijk om te kijken waar je haar het beste heen valt. Ik vind dit gewoon een handige, een handige richting. Ten eerste valt mijn haar zo wel makkelijk. Plus dat ik het makkelijker vind om mijn haar zo beet te pakken en weg te gaan steken. Dus probeer daar ook even rekening mee te houden. Er is dus één hand die al het haar moet vasthouden. En dan is het handig dat je gewoon de hand kiest die het makkelijkste is. En dan kun je zo je haar naar die kant gaan doen. In dit geval gebruik ik wel even een borstel. Het handigste is bijvoorbeeld een tangle teaser of wat dan ook. Dus een zachte borstel. Ik gebruik in dit geval van Max Pro de BFF bars. Ik vind hem wel heel fijn omdat dit gewoon hetzelfde is als een tangle teaser. Alleen je hebt een handvat waardoor die niet uit je handen glipt. En wat je moet gaan doen, want je laat je krullen helemaal met rust. Die moet je dus niet borstelen. Het gaat puur om het gedeelte op je hoofd. En ik kam het allemaal een beetje naar één kant toe. En ik zet het voorbij het midden van mijn nek vast. En ik zorg ervoor dat die spelden even een beetje kruisen, zodat je in ieder geval de grip hebt. Ook hier weer gewoon even kruisen. En hier doe ik er nog een op om te zorgen dat hij niet meer open staat. Nu heb je dit gedaan. Nu ga ik naar de bovenkant toe. Ik wil een beetje, als het ware, dat ik dit kan gaan doen. Dus dat er een beetje een soort kuif in komt. En hier moet hij ook netjes. Dus je moet zorgen dat hij vanuit één punt helemaal mooi doorloopt. En dan ga ik ook even wat lak erin doen om echt die stevigheid vast te houden. Hier pak ik mijn haar ook op en ik zorg ervoor dat deze kant een tikje hoger is dan die kant. En dan zet ik hem weer vast. Het maakt niet zo heel uit hoe je hem vastzet, want zo meteen ga je dit gedeelte niet meer zien, omdat je daar ook allemaal haar weer aan gaat vaststeken. Ik zorg er wel even voor dat hij mooi overloopt en dat hij goed stevig vast zit, dus ik kruis hem ook weer. Kijk, nu heb je eigenlijk dit gedaan. Wat we nu gaan doen is alle speldjes wegwerken. En ik zal even laten zien aan de achterkant hoe ik dat ga doen. Uiteindelijk ga ik dus alleen maar zo werken. Ik pak mijn haar gewoon op. En ik sla het een beetje om. En steek het vast. Geldt ook hier. Pak het vast. Draai het een beetje. En steek het vast. En zo ga ik dus het hele gedeelte doen. Nou, ik heb nu de speldjes weggewerkt. Zie je, dus nu heb ik hier mooi die gladde kant. En dan hier leuk die krullen. Wat we nu gaan doen met de rest van het haar is, alles moet een beetje gedrapeerd worden als het ware. En sowieso gaan we hier de hoogte in. Dus ik pak allereerst een pluk op die ik al ga vastzetten. En het is echt een beetje op het zicht. Ik gebruik hier vaak even eerst gewoon een spiegel voor dat ik het van voor zie. En daarna ga ik met een klein spiegeltje even de achterkant bekijken.
Dat heb ik nu ook net even gedaan, dus ik heb al gezien dat zoals ik hem nu heb, dat het goed is. Nu ga ik de rest opvullen met haar. Want je hebt natuurlijk altijd een stijlgedeelte en dan de krul. En we willen dat het een hele waterval van krullen is. Hier ga ik hem ook iets verder uit mijn gezicht halen, anders vind ik het net een beetje too much. Dus ik doe het zo. Dan is het even goed kijken, want hier komen krullen in. Of krullen, daar komt een haaraccessoire in, dus iets van een bloem of wat dan ook. Kijk, op deze manier ga je het wegsteken. Zie je, dan is het al veel voller. Dat geldt ook voor hier. Je gaat gewoon even kijken, heel voorzichtig, even speldje voor speldje een beetje vastzetten. Nou, en zo is het al af. Zoals je ziet heb je dan aan deze kant die kuif en dan al die krullen. Kijk, en die loopt dan helemaal door tot onderin. En langs de andere kant heb je dus echt die hele strakke zijkant. Ik vind dit een ideaal kapsel, omdat je met kerst en zo vaak wel wat meer doet qua oorbellen, qua sieraden. Op deze manier komt dat heel goed uit, omdat je niet helemaal verstopt zit in je eigen haar. En dan toch dat hele vrouwelijke met lekker die krul erin, lekker echt een beetje een groot kapsel. En dit kun je natuurlijk heel makkelijk opleuken met wat haaraccessoires. Nou, dit was mijn video alweer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik wilde jullie nog wel even op wijzen dat dit een hele speciale video is. Dit is namelijk onderdeel van een afspeellijst met heel veel verschillende kerstvideo's. Je kunt het zo gek niet bedenken. Van de ideale kerstoutfits, tot een lekker recept, tot handige tips, tot een do-it-yourself, van alles en nog wat. Ik zet de link in de infobox onder deze video. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. En mochten jullie geen abonnee zijn, dan vind ik het natuurlijk super leuk als je abonnee wilt worden. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe tutorial. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doeg!